gasten. Dit is Finnit Mister van Ultra Frame Gaming. En ja, dit is niet mijn gameplay. Dat kan je misschien wel zien aan de gamertag. Want dit is namelijk de gameplay van... Stel je maar voor. Ja, ik ben Tim. Mijn gamertag is Creed Motions. En ik heb ook eigen YouTube kanaal. Dutch Cod Gaming. En ja, vandaag dus een duel met Joni. Ja, je bent toch net begonnen, of niet? Ja, ik had eerst al een ander kanaal. Alleen, ja, die deed ik samen met iemand. En de naam was ook naar ons allebei vernoemd. En toen ging hij stoppen. Dus ik dacht, nou, nu moet ik wel een nieuw kanaal maken. Want anders dan is het een beetje een rare naam. En nu ben ik dus samen met iemand anders een ander kanaal begonnen. Maar ja, je hebt dus ook een serie, als ik het goed heb. Ja, Get van, Dogs. Ja. Dus, ik zou zeggen tegen mijn subs, ga echt even op deze gast subscriben, want hij maakt chille video's. Hij gaat nog heel veel van hem horen. Ja, dus ja, het link al in de description en komt helemaal goed, wel subscribe. Ja, ik gebruik vandaag de Galil met Dualmac. En als perks Hardline, Sleight of Hand en Hacker, als ik het goed heb, ik weet niet zeker. Het is een domination op jungle. Volgens mij winnen we. Eindscore weet ik niet precies van de score van de vlaggeval, maar. Ik gebruik ninja zie ik hier. En een claymore en frag en stun. Maar ik zeg ook even tegen mijn subscribers, niet dat ik er nu heel veel heb, maar subscribe ook even op het kanaal 0341 Gaming, want ze zijn met z'n vieren en ze maken wel, ze doen wel leuk commentaar en zo. Dankjewel. Ja. Maar ik zie de gameplay niet, maar wat voor killstreaks heb je? Ik heb als killstreaks Blackbird, Chopper, Gunship. Eindscore is echt ziek. Maar die zien jullie zo meteen wel. Ik heb nu bijnaam Blackbird als het goed is. En is het trouwens een regular domination of ground war? Het is gewoon een regular domination. Want ground war heb ik tegenwoordig veel lag. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik lag hem dan echt helemaal dood. Maar op een regular domination is zo'n score wel knap. Ja, zeker. Maar wat ik volgens mij net ook al zei, mijn chopper en gunship gaan helemaal los. En deze killstreaks gebruik ik eigenlijk normaal ook. Ik weet niet wat voor killstreaks jij normaal altijd gebruikt. Nou, ik speel eigenlijk bijna nooit Black Ops, want ik vind gewoon Call of Duty 4 en Modern Warfare 2 veel leuker. Ja, ik speel ook wel. Ja, dat kennen heel veel mensen op mijn hart, hè, maar... En als ik Black Ops speel, dan speel ik meestal... Pipe en Blackbird en dan Doggies of Chopper Gun of zo. Ja, dat soort chill. Dan heb je toch wel een team, weet je wel. Ja, inderdaad, vooral met die Blackbird, want dat is echt een chille killstreak. Maar trouwens, over die RCXD car, ik hoorde laatst van, volgens mij was het Science Studios of zo. Die zei dus, en dat vond ik wel mooi, die zei van... je hebt dus 2-3 killstreaks, weet je wel. RCXD en Spyplay. En RCXD is eigenlijk gewoon puur egoïstisch, want je gaat alleen maar voor je eigen kills. En Spyplay help je gewoon je hele team, weet je wel. Ja, alleen als je dan Spyplay gebruikt, dan heb je wel weer dat je... Als je gekilled wordt door Ghost, dan heb je echt zoiets van... Godverdomme, waarom bestaat die perk, weet je? En als je RCXD hebt, dan heb je dat niet. Ja, oké, maar RCXD gebruik jij hem dan? Nee, ik heb hem 1 keer gebruikt op het begin. Omdat ik toen dacht van ja, dat is wel lachen met een autootje rijden. Maar ik vind het echt, ik kan er ook echt niet mee omgaan. En ik word zo vaak gekilled door RCXD's. Dat wil je niet weten. Dat is echt... Het lijkt alsof iedereen in de enemy team het altijd gebruikt, weet je. Ja, of ze gebruiken gewoon Hardline en RCXD. En dan hebben ze gewoon Unlimited RCXD. Maar dat is best wel gay als je dat doet, vind ik. Vind ik ook, helemaal mee eens. Maar wat wil ik zeggen, als het even mag, want we hadden het eigenlijk nog niet gedaan. Wij hebben een Twitter van Ultra Frame Gaming. En ik weet niet of jullie Twitter hebben, maar ik zou zeggen echt, maak desnoods Twitter aan. Want ook die andere games, X-Charles en zo, al die buitenlanders, weet je wel. Die hebben we ook allemaal Twitter. En op onze Twitter ga je vooral zien over de giveaways die we gaan geven en allemaal andere dingen. Dus ik zeg echt
echt volgen. Want als jij kans wil maken op een HTTP via een grapje. Maar als je kans wil maken op een prijs met een giveaway, dan is Twitter. Dan laat het meestal weten via Twitter en niet via YouTube. Dus volg ons en ja, dat was het. Gewoon zoeken 0 frame game naar elkaar. Ja, en ik wil ook dat even. Moet jij ook even doen. Ja, ik wil ook even. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Maar ik wil ook even iemand van jullie kanaal bedanken die een intro voor mij heeft gemaakt. Zijn kanaal weet ik niet precies uit mijn hoofd, dat weet jij vast wel. Ja, Daxim. Ja, Daxim. Hij heeft dus een vette intro voor me gemaakt. Die hebben jullie daarnet ook al als het goed is gezien. Ja, en ik wil hem daar gewoon heel erg voor bedanken. En ik hoop dat hij deze video ook ziet. Ik heb hier als het goed is, ja, ik heb hier mijn chopper. En ik moet er nog maar een paar voor mijn gunship. En dan, ja, dan zul je zo meteen die reep hard zien. Want nu sta ik nog niet zo goed volgens mij. Ik ga op het laatst nog één keer dood. En dan was het afgelopen. Maar nu, ja, ik hou hier bijna mijn gunship dus. En ja, ik speel ook tegen slechte mensen. Ik weet niet precies welke levels ze zijn. Maar voor de rest, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Nou, even niet over Black Ops, want Black Ops kut. Ja. Maar heb jij wel grote plannen met je YouTube-channel of is dat een beetje onserieus? Ja, nou, we willen wel gewoon veel video's gaan maken. En ja, we gaan ook bij 50 subs. En die gaan we dan waarschijnlijk snel halen als jullie dit ook uploaden. Want jullie hebben best wel veel abonnees al. Gaan we een open lobby houden op Xbox. Dus mensen van jullie kanaal die mij niet willen subscriben, kunnen jullie mij wel gewoon toevoegen op Xbox. En dan, ja, als je een mooie killcam maakt. We doen denk ik Modern Warfare 2 killcam, zeg maar, open lobby. Want ja, Black Ops zuigt voor sniper. En ja, mijn gamertag staat denk ik in de description. Anders moet je even op mijn kanaal kijken. En daar staan ook allebei gamertags van met wie ik het kanaal deel. Ik zit nu in mijn gunship. Het duurt nog 2 minuutjes de gameplay. En ja, het gaat hier hard los. Nou, wat haal je? Multikills of valt er niet? Ja, ik haal gewoon, zeg maar, volgens mij 1 dubbel en voor de rest alleen losse kills. Maar ik maak heel veel kills achter elkaar. Maar ze tellen het niet als elkaar. Ja. Als ze bij elkaar op. Op welke map is het trouwens? Op jungle. Ja, dat is zeker. Maar ja, waar kunnen we het nog over hebben? Ja, over COD 4, vind ik. Is goed, zeg. Ja, ik als ik COD 4 speel, dan ga ik eigenlijk alleen maar met die sniper, want dat vind ik gewoon vet. Oh ja, even hier. Ik zie dat ik 48 om 3 sta voor nadat ik mijn gunship heb ingekald. En hier zit ik dus in mijn chopper en die gaat ook los. En ze schieten er niks uit, dat is wel chill. Maar welk wapen gebruik jij meestal in COD 4? In COD 4 ook gewoon sniper, weet je. Want ja, om er een beetje zielig te gaan doen met zo'n met een submachine gun of een assault. Ja. Weet je, COD 4. Dus sowieso er zijn al wel heel veel hackers, maar als je dan gaat spelen, bijna iedereen snipt, dus dan doe ik gewoon lekker mee. Ja, inderdaad. Want ja, er komt ook binnenkort op mijn kanaal een COD 4 montage. Hij wordt geëdit door iemand van mijn clan en waarschijnlijk wordt het een duotage met hem, maar moeten we even kijken, want hij heeft best wel veel clips en ik heb er nog maar een paar. Want ik heb dus een Dazzle en dan moet ik zonder HD gamen. En normaal game ik altijd in HD. En bij Black Ops kan dat, weet je. Want dan speel je gewoon in HD. En dan ga je naar het theater. En dan. Ja, het is echt fucking chill. Dat doe ik ook. Ja, maar bij COD 4 en MW2 kan dat niet. We hebben nu 3 vlaggen. De gameplay. We staan nu 194 voor. Dus de gameplay is zo afgelopen. Dus subscribe even op Joni. En. Ja, subscribe al op. Jou, dat zegt niet tegen mensen. Ja, en nou, dan zie ik jullie later.